Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel. Het is 18 mei 2013. Zowel de PvdA als de VN willen meer jihad en Al-Qaeda in Nederland. En dat regelen ze door PvdA'ers bepaalde baantjes te geven. Bert Koenders is nu VN-gezant voor Ban Ki-moon in Mali. Dat zal echt direct leiden tot meer geweld in Mali, maar ook meer jihad in Nederland. Koenders en Timmermans regelen samen dat het internationaal strafhof een rechtszaak tegen Nederland in de doofpot probeert te stoppen. Ze regelen dat samen met VN en met allerlei andere presidenten en ambassadeurs. Al-Qaeda weet dat al jaren, echt al jaren, al vanaf 2008. Het komt er dus op neer dat Ban Ki-moon nu allerlei Nederlandse politici kiest om belangrijke baantjes voor hem te vervullen. Dat dient dan om het voor Ban Ki-moon persoonlijk mogelijk te maken als VN-secretaris aan de macht te blijven. Dat wil hij omdat hij al heel veel mensen heeft laten vermoorden via het internationaal strafhof. Hij wil dat omdat hij door andere presidenten en ambassadeurs in die positie wordt gehouden. En hij wil dus ook dat Nederlandse politici en de Nederlandse koninklijke familie en ondernemers zich daaraan aansluiten. En dat doen zij ook. Het feit dat de Nederlandse parlementsleden steeds meer criminele constructies bouwen rond het internationaal strafhof en het volk daarvan niet op de hoogte brengen, betekent ook dat onze ondernemers steeds agressiever worden. De ondernemers van Nederland geven niet om Nederland. Die geven ook niet om hun personeel. Nee, ze geven om hun machtspositie internationaal. En dat gaat dus nu de verkeerde kant op. Want Al-Qaeda wordt steeds sterker in Nederland. De economie wordt steeds zwakker. Onze politici worden steeds schijnheiliger. Onze politici die regelen misschien 25% van de zaken van de zwaarte van het probleem wat er is. Nou, dan hou je nog 75% over en die probeer ik hier uit te leggen in video's. Ik verwacht dat er heel veel meer jihad komt op televisie. Dat er veel meer jongeren komen die zich aansluiten bij de jihad. Dat komt dan op televisie. En die televisie die blijft ook liegen over de relatie tussen de VN, het internationaal strafhof, de corruptie binnen rechtspraak, onze ondernemers, parlement en dergelijke. Dag.